Nieuw album zorgt voor volle agenda van Jan Smit. Defensie houdt grote oefening boven de Veluwe. Zuid doet samen gaat buurtassistent opleiding geven. En drive-in bioscoop op het Zwitserterrein. In een lange rij stonden de fans van Jan Smit te wachten totdat zij een handtekening van hem kregen en op de foto mochten. Het was zaterdag een drukke dag voor de zanger. 12 oktober hier in Apeldoorn, in Orpheus. Wat gaat er nog meer aankomen? Nou ja, dat is voorlopig wel even genoeg. Ik ben nu vanaf volgende week 35 keer in theater te zien tot kerst bijna. En nou, dit natuurlijk, de promotieactiviteiten. Dit is het... De tweede mediamarkt die we vandaag aandoen. Ik ga straks nog signeren in Uden, net in Hengelo. En vanavond gewoon optreden. Het is natuurlijk gewoon weekend. En ja, tussendoor hebben we nog de televisiering op 11 oktober. En ja, ik ben met de voorbereiding voor de toppers alweer bezig voor volgend jaar. Club Draai natuurlijk in Duitsland, een aantal shows. Beste Zangers loopt, dus ik zit vol. Een enkele fan had iets speciaals voor Jan Smit gemaakt. Laat eens zien wat je gemaakt hebt. Moet je hem even voor de kamer? Geweldig. 12 oktober is hij hier ook in Apeldoorn. Ga je dan ook naar hem toe? Of? Dat denk ik wel. Jan Smit maakte een tour om zijn nieuwe album Met Andere Woorden te promoten. De wens om met veel artiesten dit album te maken kwam uit. Je hebt het met Barry Hay opgenomen. Je vrouw zou wel blij zijn, want ik heb begrepen dat je met een hele geile stem moest gaan zingen. Ja, dat waren de letterlijke woorden van Barry Hay. Maar dat was alleen voor het liedje Dagboek van een Smicht. Dus die andere 11 zijn gewoon op mijn eigen manier ingezongen. Heb je met heel veel Nederlandse artiesten samengewerkt? Hoe was dat? Ja, dat was heel bijzonder. Ik heb onder andere de jongens van Bluff, van Raccoon, gevraagd. Edwin Evers, Sanne Hans, 3J's hoor je hier, Thomas Bergen, Jan Keizer, Frank Boeien, ja, Lange Frans, De Kick. Ik heb eigenlijk mijn hele wishlist heb ik benaderd en die hebben allemaal ja gezegd. Dus, staat niemand meer op het lijstje van Nederlandse artiesten? Nee, anders had ik ze wel gevraagd. Bij de Mediamarkt in Apeldoorn komen heel veel artiesten over de vloer. Rick Vreeman is daar verantwoordelijk voor. Ik heb een entertainment achtergrond, dus voor mij is het natuurlijk een prachtige plek om dit te doen. Want ik wil gewoon de muziekbranche gewoon in leven houden. En dat kunnen we maar op één manier doen en dat is artiesten uitnodigen en zoveel mogelijk hun muziek supporten. En dat is wat we hier doen eigenlijk. Nou weet ik dat er een hele grote wal is met alle handtekeningen van artiesten. Wie staat er nog op je lijstje die je heel graag hier naartoe zou willen hebben en die je nog niet hebt gehad? Nou, allereerst, je hebt het gezien, hè, ben ik donders trots op die muur. Als ik hier ooit wegga, zou ik hem er wel uit willen bikken, maar dat kan natuurlijk niet. Hij zit ook bijna vol, we gaan de hoek om binnenkort. Hè, dus ben ik super trots op in 4,5 jaar hoeveel namen er al op staan. Nou, we hebben vorige week natuurlijk Ilse de Lange erbij mogen zetten. Maar ik heb altijd gezegd, ik ga pas weg als Guus Meeuwis en Marco Borsato hier zijn geweest. Op de muur is Jan Smit maar liefst 5 keer te vinden. Eindelijk werd dan het grote bord aan Jan Smit aangeboden. Lachend maakte de zanger bekend dat hij nog geen naambordje op zijn voordeur had. En dus kwam dit goed van pas. Volgens mij was hij er blij mee, want hij zei heel hard, ik heb nog geen naambord. Dat klopt. Dus als je dadelijk door Volendam rijdt, dan zie je eigen bocht daar. Ja. Helemaal blij met alles wat je hebt. Je hebt t-shirt handtekening, cd. Dat klopt. Dus nou naar huis en cd luisteren. Ja, dat ga ik zeker doen. Veel plezier. Dank je. Tijdens de hevige onweersbuien van afgelopen vrijdagavond waaide een grote boom om en kwam dwars over de Elburgerweg in Wenum-Wiesel terecht. De brandweer en een kraan van een boomverzorgingsbedrijf moesten eraan te pas komen om de boom in stukken te zagen en van de weg te halen. De schade bleef beperkt, alleen een tuinhek werd door de boom vernield. Na ongeveer een uur werd de weg weer vrijgegeven voor het verkeer. Tot 10 oktober houdt Defensie een grote oefening boven de Veluwe en Terwolde. Operatie Falcon Autumn is een oefening die jaarlijks wordt gehouden. Doel van de oefening is het trainen van zowel helikopterbemanningen om samen met helikopterbemanningen van andere type toestellen en ook nog een keer met Duitse helikoptertypes samen op te treden.
en in combinatie met grondeenheden van de luchtmobiele brigade. Hoeveel militairen zijn erbij betrokken? Wij gaan uit van ongeveer 2200 militairen die aanwezig zijn, waaronder ongeveer een kleine 1000 Duitsers. En we werken met ongeveer 20 helikopters. Wat is de omvang van de oefening? Ja, de omvang van de oefening qua aantallen praten we over zo'n 2200 mannen en vrouwen. Zo'n 20 helikopters van verschillende types, zowel Duits als Nederlands. En nog een aantal transportvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht. Vliegtuigen en helikopters gaan de komende tijd zowel overdag als 's avonds en 's nachts boven het gebied vrij laag vliegen. Dat gaat mogelijk tot overlast leiden. Ja, het is nou eenmaal zo dat als je dit soort oefeningen doet met helikopters en vliegtuigen, dan heb je het gewoon te maken met lawaai en dus geluidsoverlast. Dat weten we. Dat proberen we ook altijd tot een minimum te beperken. Echter, het is natuurlijk helemaal niet volledig te voorkomen. Op welke wijze probeer je dat tot een minimum te beperken? Nou, dat is met name het kiezen van bepaalde vluchtenroutes, zo min mogelijk boven bewoond gebied. Echter, Gelderland. Gebied rondom Apeldoorn, daar wonen natuurlijk best wel wat mensen. Dus vandaar dat we echt nooit helemaal kunnen voorkomen dat mensen hier toch wel wat last van gaan krijgen. Er wordt overdag gevlogen, er wordt 's nachts gevlogen, ook boven Apeldoorn? Nou, of er boven Apeldoorn gevlogen wordt, maar zeker in de gemeente Apeldoorn. Ja, er wordt overdag en er wordt 's avonds, 's nachts gevlogen. Echter niet in het weekend. De oefening is nodig om de samenwerking tussen de verschillende eenheden van de twee landen te verbeteren. Hoe verloopt die samenwerking? Ja, die samenwerking die verloopt eigenlijk heel goed. Zeker omdat we ook in Amerika een aantal keer per jaar samen trainen. Dat doen we al een aantal jaren. En je ziet eigenlijk dat in de loop der jaren dat die communicatie onderling en het onderlinge begrip steeds beter is geworden. Nu doen we dat hier in Nederland en niet in Amerika. Samen met de Duitsers er ook bij. Omdat wat we in Amerika niet trainen, maar wat we juist hier ook goed kunnen trainen, is hoe we ons eigen land verdedigen. En dat doen we dan met een van onze NAVO-partners die ook naast ons ligt geografisch. Dus dat leidt inderdaad tot beter resultaat? Ja, nou, dat zorgt er in ieder geval voor dat we beter van elkaar begrijpen wat onze sterke en misschien minder sterke kanten zijn. En waar we op de nadruk op willen leggen en hoe we vooral effectief en efficiënt samen kunnen werken. Op welk moment is de oefening geslaagd? Nou, de oefening is geslaagd als de verschillende deelnemende eenheden het idee hebben aan het einde dat ze weer een stap verder zijn gekomen met het beter worden als militair, als piloot, als vlieger, als eenheid. Dan is een oefening geslaagd. Als iedereen veilig in feite terug is gekomen en als we het overlast tot een minimum hebben weten te beperken, dan is een oefening geslaagd. De oefening is reeds begonnen en gaat 2 weken in beslag nemen. Dinsdagavond woedde een schoorsteenbrand aan de Zwarte Kijkerweg in de wijk Berg en Bos in Apeldoorn. Toen de brandweer de kap van de schoorsteen verwijderde, sloegen de vlammen uit de pijp. De brandweer had de grootste moeite om de schoorsteenpijp vrij te maken van verstoppingen en de brand te blussen. Hoeveel de schade de schoorsteenbrand heeft veroorzaakt, is niet bekend. Buurtcoöperatie Zuid Doet Samen gaat binnenkort een opleiding tot buurtassistent geven. Dat is nodig om het vele werk daarin aan te kunnen. Dat we tot ontdekking kwamen dat onze bestaande club buurtassistenten eigenlijk een beetje aan de max zitten qua werkzaamheden. Dus we hebben nu een team van 7 buurtassistenten die in dienst zijn van de buurtcoöperatie. En die dus hun werk doen in de buurten van Apeldoorn-Zuid. Maar we zijn eigenlijk op zoek naar een aanvulling van, nou, het liefst een man of vrouw van zo'n 4 personen in ieder geval. Dus we proberen dus op 2 manieren dus aan te vliegen die cursus. Dus mensen te laten delen in onze kennis en ervaring. En aan de andere kant nieuwe mensen te interesseren om ook als buurtassistent binnen onze coöperatie te gaan werken. In Apeldoorn-Zuid wonen veel alleenstaande ouderen. Zij komen doorgaans weinig in contact met anderen en zijn vaak eenzaam. De buurtassistent biedt in dat geval uitkomst. De opleiding tot buurtassistent kent geen hoge drempel. Wij gaan dus niet uit, en dat hebben we dus eigenlijk nooit gedaan, van bepaalde diploma's of opleiding. Wat wij het eigenlijk het meest belangrijke vinden is dat het mensen zijn die een stukje levenservaring hebben. Natuurlijk moet je hart voor mensen hebben. Dan moet je in staat zijn om ook echt met mensen in contact te komen. En voor de rest moet je ook bereid zijn om, ik zal maar even zeggen, heel plat aan jezelf te werken. Omdat je natuurlijk toch in je werk als buurtassistent veel dingen tegenkomt. En dat doet ook wat met jou. En dat vraagt ook van jou een bepaalde houding en omgaan met dat wat je allemaal meemaakt.
De toekomstige buurtassistent gaat vooral buiten de deur werken. Het kenmerk van de buurtassistent is, en daar begint eigenlijk alles mee wat wij als Zuidoed samen doen, dat is dat aan de deur gaan. In de praktijk betekent dat het nu een soort van combinatie is geworden van aan de ene kant het van deur tot deur blijven aanbellen. Aan de andere kant zijn natuurlijk ondertussen ook bepaalde contacten opgedaan in de buurt. En komen mensen ook wel eens, of een buurtassistent ook wel eens een keer vaker bij mensen langs. Maar de basis blijft ook nu nog steeds van, we zeggen altijd maar een beetje belletje trekken. Hè? Dus dat we echt letterlijk van deur tot deur bij de mensen aanbellen. En altijd met die bekende vraag van, hoe gaat het met u? En daar komt het gesprek uit voort om. De opleiding begint komende maand al. De opleiding die begint 16 oktober en dan is het 10 weken op de dinsdag, einde van de middag, gedeelte van de avond. Alle informatie daarover is ook bij mij te krijgen, dus ik zou zeggen neem de telefoon of stuur even een mailtje en dan kunnen we met elkaar in contact komen. Op de website zuiddoetsamen.nl staat alle informatie over de opleiding. Ruim 200 huishoudens in de ruime omgeving van de Vouwstraat in Apeldoorn hebben woensdagochtend last gehad van een stroomstoring. Rond 8 uur werd een stroomkabel door werkzaamheden aan de Vouwstraat geraakt. Door de storing kwam iemand in de lift aan de Gertiaanstraat vast te zitten. De brandweer moest eraan te pas komen om de persoon te bevrijden. Rond 10 uur was de stroomstoring weer verholpen. Vliegbasis Delen gaat meer vluchten uitvoeren dan voorheen. Het aantal helikoptervluchten worden drastisch meer om de vliegbasis Geelse Rijnen in Brabant te ontzien. Ook transportvliegtuigen moeten straks op Delen gaan vliegen. Dat betekent dat er boven de Veluwe en de gemeente Apeldoorn meer wordt gevlogen. Het college van BMW is verrast en zeker niet blij met dit bericht. Zeker nu, omdat er ook veel te doen is over de laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport. De gemeente wil opheldering over het uitbreidingsplan van de vliegbasis Delen, omdat zij dit via de media hebben vernomen. Woensdagavond brandde een schuur in Beekbergen volledig af. Dat gebeurde aan de oude Apeldoornse weg. Door nog onbekende oorzaak stond de schuur in brand, waarbij veel rook vrij kwam. Het blussen van de schuur werd belemmerd doordat er eerst te weinig water beschikbaar was. Een waterwagen moest eraan te pas komen om dat euvel op te lossen. Na ongeveer een uur werd het zijn brandmeester gegeven. De brandweer is nog lang bezig geweest met het nablussen. De schuur is vrijwel helemaal uitgebrand en moet als verloren worden beschouwd. In het nieuwe televisieprogramma Burgemeester Undercover van 6, voorheen SBS6, komen wij ook onze burgemeester John Berends tegen. Daar gaat Berends volledig onherkenbaar proberen zo dicht mogelijk bij de kern van een probleem in Apeldoorn-Zuid te komen. Of dat hem lukt, zonder herkend te worden, is eind oktober te zien. Burgemeester Undercover wordt gepresenteerd door Dennis van der Geest, die de burgemeesters ook zal bijstaan. Het nieuwe programma start dinsdagavond 9 oktober en wordt om 9:30 uitgezonden. Na het succes van vorig jaar is de drive-in bioscoop terug in Apeldoorn. Twee avonden zijn er op het Zwitserterrein films vanuit de auto te bekijken. Vrijdag en zaterdag vanaf 7:30 gaan de films draaien. Wij staan hier op het Zwitserterrein. Auto's komen hier aanrijden. Die gaan eerst door de hal als drive-thru. En daar worden ze gescand met hun ticket. En dan worden de auto's naar hun plek begeleid op het scherm wat straks achter mij komt te staan. En daar kunnen de mensen hun auto parkeren. En dan stemmen ze de radiofrequentie af op de frequentie die wij op het scherm hebben staan. Dan hebben ze het geluid gelijk over de speakers. En zijn ze klaar om de film te kijken. In totaal worden er 4 films gedraaid. Voor de zaterdag is er nog een enkele plek vrij. Zaterdag is het eigenlijk een dag voor de mannen. Waarbij we beginnen met Dirty Grandpa. En later de Golden Oldie Reservoir Dogs. Is het belangrijk dat de mensen op tijd binnenkomen? Nou, het is goed om hier ruim van tevoren toch wel aanwezig te zijn. We hebben hier een gezellige bar en tenten, dus je kunt hier ook even wat drinken of wat eten van tevoren. Maar we willen wel zo snel mogelijk de auto's ook op het terrein hebben. Dus kom ruim van tevoren, de hekken gaan om 6:00 open en om 7:30 begint de eerste film. Vanmiddag was er op het terrein nog weinig te zien. In korte tijd wordt alles nog opgebouwd en is alles straks klaar, verzekerde de organisatie. Morgen is het wisselend bewolkt met in de middag kans op buien. De wind is matig en het wordt een graad of 12.
In de avond en nacht zijn er wolkenvelden met opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar zo'n 7 graden. Dinsdag is het vrijwel bewolkt met kans op een paar buien en wordt het een graad of 13. Woensdag is er veel bewolking met weinig zon, maar blijft het droog. Het wordt dan een graad of 16.